Goedenavond, dames en heren. Na deze muzikale entree zal het u niet verbazen dat we over muziek gaan spreken. Nochtans, je zou je daarover wel kunnen verbazen, want deze reeks gaat over de esthetische voldoening die wetenschap geeft. En nu hebben we zojuist een portie esthetische voldoening gekregen, maar ze kwam van de muziek. Muziek is toch geen wetenschap? Nee, natuurlijk, maar eigenlijk toch ook wel. Alleszins heeft muziek en fysica en wiskunde heel veel met elkaar te maken. En dat wordt het onderwerp van vanavond. En het is de bedoeling dat je daar ook van geniet, bijna op dezelfde manier als dat je van muziek geniet. Het gaat over muziek en het is muziek waar we het over zullen hebben. Al zul je het soms misschien niet direct merken, je zult het zeker niet horen, want we gaan hier verder vanavond weinig of geen muziek spelen. Maar we gaan heel diep nadenken over wat muziek in wezen is. En dan zullen we vaststellen dat muziek inderdaad heel veel te maken heeft met getallen, met cijfers, met rekenen. En dus duiken we in de rekenkunde en gaan we rekenen. En voor sommigen zal dat misschien mijlenver afstaan van het genot dat muziek verschaft. En toch, het is identiek. Het is hetzelfde. Het was de filosoof Leibniz, geloof ik, die eens gezegd heeft, luisteren naar muziek, dat is rekenen zonder dat je weet dat je rekent. Je beseft het eigenlijk niet, maar je bent het volop aan het doen. Vanavond gaan we proberen dat besef naar boven te halen. We gaan dus inderdaad rekenen, we gaan goochelen met cijfers en leren daarvan te houden. En leren te zien hoe dat met de schoonheid van de muziek verband houdt. Want dat is uiteindelijk ons doel, de dingen beter begrijpen vanuit wat ze zijn, de waarheid die ze bevatten, van wat ze doen met ons, de schoonheid die ze schenken, van daaruit de dingen beter te begrijpen. Dus onze vraag is ook eigenlijk, wat is muziek en hoe komt het dat de muziek zoveel teweeg brengt in ons? Wat overigens individueel verschillend is. Er zijn mensen voor wie de muziek veruit de sterkste, althans gevoelsmatig, de sterkste vorm van kunst is. Er zijn anderen die daar minder door aangesproken zijn en die wellicht meer door kleur dan door klank emotioneel bewogen worden. Maar ik denk toch dat voor een meerderheid onder ons de klankende muziek op haar directe, verklankte manier, en dan niet natuurlijk alleen vanuit de rekenkunde, maar werkelijk tot als geluid in het medium voortbewegend, dat zij het sterkst ons gemoed beroert. Dat lijkt me. En de vraag is dan, ja, wat is dat? Want tenslotte is muziek een geluidsverschijnsel en hoe kan dat ons zo raken? De vraag, wat is muziek? Maar dat is een hachelijke vraag, want elke vraag naar een definitie, je loopt daar bijna altijd in vast. We stellen wel vast dat muziek ons op verschillende manieren kan aanspreken. Om te beginnen natuurlijk omdat ze mooi is. Of niet mooi. Dus esthetisch kan ze ons aanspreken. En ook gevoelsmatig. En dat is een verschil. Het kan zijn dat de muziek misschien niet zo mooi is, maar heel sterk inwerkt op je gemoed. Dus een emotionele impact. En dan heb je ook nog een derde manier waarop muziek ons kan fascineren. En dat is intellectueel. Het vraagstuk, wat gebeurt er als er muziek klinkt? En hoe verhouden die getallen zich? Want het gaat blijkbaar over getallen. En wat speelt zich daarin af? En hoe zit het in elkaar? Dergelijke theoretische vragen, die buitengewoon boeiend kunnen zijn. En eigenlijk is er zelfs nog een vierde manier waarop muziek ons fascineert. En dat is metafysisch. En dat is dan precies die vraag die ik daar juist stelde. Wat is het nu, muziek? Er zijn filosofen die daar diep hebben over nagedacht. Arthur Schopenhauer was zo iemand. Heeft daar heel interessante dingen over geschreven. En Schopenhauer die zegt, muziek is de meest directe manier om het meest wezenlijke uit te drukken. Schopenhauer was eigenlijk een Kantiaan, een volgeling van Immanuel Kant. En Kant heeft gezegd, Kant zijn filosofie steunt helemaal op de bewering, dat we wat we kennen van de wereld alleen verschijnselen zijn en niet de dingen zelf. Het ding aan zich kennen we niet. Wel zegt Schopenhauer, dat is juist, op één uitzondering na.
Er is één ding aan zich dat we wel degelijk kennen. En dat is hetgeen dat in ons zit. En wat zit er in ons? De wil. Datgene wat je wezenlijk wil. Dat is wat wij, in zover we onszelf zijn, zijn. En die wil, zegt Schopenhauer, die drukt zich het volledigst uit in de muziek. De muziek is aan geen materiaal gebonden. De muziek is aan geen eigen fysische wetten gebonden. Een schilder die werkt met verf. En die moet op een doek of op een paneel iets tevoorschijn halen. Een beeldhouwer die werkt met steen of met hout of een of ander vast materiaal. En die moet daar een beeld uit tevoorschijn halen. Waarmee werkt een muzikant? Wat is zijn materiaal? Niets. Wat doet een componist, wat doet een muzikant die muziek voortbrengt? Die laat de tijd lopen. Muziek speelt zich altijd af in de tijd. Je hebt geen statische muziek, zoals je een statisch schilderij kunt hebben. Muziek moet noodzakelijk verlopen in de tijd. En dan moet je in de loop van die tijd iets doen gebeuren. En wat gebeurt er dan? Dan blijkt dat je niets anders doet dan die tijd in stukjes verdelen. Je bent een soort structuur aan het leggen in het verloop van de tijd. Je brengt bijvoorbeeld een klank voort. Wat is eigenlijk een klank? Dat is een frequentie, dat is een luchttrilling, waarbij je de lucht heen en weer laat trillen. En met een zekere frequentie, een zeker aantal keren per seconde trilt die klank. En dus verdeel je de tijd in die kleine stukjes. Als je een la midden op de piano aanslaat, dan verdeel je de tijd in 1 seconde verdeel je in 400 stukjes. En die razen zo door de ruimte en als je dat verneemt, dan hoor je die klank en je zegt, oh, dat is een la. En dan kun je bovenop die tijdsverdeling weer nog andere tijdsverdelingen. Je kunt tegelijkertijd een andere noot spelen en nog een. En dus je krijgt een ingewikkelde tijdsstructuur. En dan kun je op die noten, terwijl je ze speelt, als je bijvoorbeeld op een viool speelt of je zingt, kun je de vibrato's inleggen. En je kunt in de muziek ritmes leggen. Allemaal tijdsstructuren. Muziek is niets anders dan een onderverdeling van de tijd. En de tijd is de substantie. En wat is tijd? Dan zitten we in een diep metafysisch vraagstuk. En daar hebben we voorlopig geen duidelijk antwoord op. Maar tijd is in elk geval iets wat wij gewaar worden. Dat is het verloop van ons bestaan. En de muzikant doet daar iets mee. Op zo'n manier dat dat ons aanspreekt. Hij verteelt dat, hij maakt er een constructie in de tijd. Eigenlijk is muziek architectuur van de tijd. Zoals een architect een gebouw maakt en de ruimte in vakjes onderverdeelt, kamers en gangetjes en panelen en allerhande toestanden, zo doet een muzikant dat met de tijd. En ook daar liggen in die onderverdelingen waarin hij de tijd verdeelt, allerlei verhoudingen, en dat is het waar de muziek zich in voordoet. Dus het heeft daarmee te maken. En het bestaat dus als zodanig, als iets dat alleen maar in de tijd verloopt en verder geen materie nodig heeft, volkomen vrij is. En dat is wat Schopenhauer benadrukt. De materie, de muziek is helemaal vrij. Hij kan dus precies uitdrukken wat de wil zeggen. En toegegeven, er zit in muziek meer dan alleen dat. Er zitten toch allerlei wetmatigheden in, mathematische, harmonische en zo. Ja, maar die ondersteunen die melodie die helemaal op zichzelf vrij is. En Schopenhauer wees erop van, je hebt ja, in de muziek heb je een onderste laag, de bassen. En dan daarbovenop ligt de tenor en dan de alt en dan de sopraan. En de melodie gaat naar de sopraan, die zingt de melodie. En die beweegt op haar eigen vleugels. En de onderliggende stemmen ondersteunen dat harmonisch, alsof die muziek gedragen moet worden. En dat is dus toch het fysisch element. Er is dus toch iets fysisch aan die muziek. En dat zit meer in die tonen daaronder, die het geheel dragen. En Schopenhauer vergelijkt dat met in onze wereld, het leven en het menselijke leven met zijn vrije wil. Dat is de melodie. En daaronder heb je het organische bestaan, het lichaam met zijn wetmatigheden en gedeeltelijke vrijheid. Dat is de alt en de tenor. En helemaal onderaan de anorganische materie met de wetten van de fysica, dat zijn de bassen. En die dragen het geheel. En dus is muziek een soort wereld op zichzelf. Muziek, zegt Schopenhauer, bestaat autonoom. Je hebt eigenlijk helemaal geen wereld nodig. Hij zei, er zou ook muziek bestaan als er geen wereld bestond. Als deze wereld niet zou bestaan,
Volgens Schopenhauer zou dan nog altijd muziek mogelijk zijn. Dat maar om te zeggen, muziek inspireert tot merkwaardige gedachten over de werkelijkheid en over de aard van het leven en van de materie van heel dit heelal. En wij gaan dat dus vanavond ook doen. We gaan niet zozeer filosoferen, zou interessant genoeg zijn, maar je moet natuurlijk ergens je onderwerp bepalen. En we gaan het meer vanuit een wetenschappelijk hoek onderzoeken. Hoe zit het in elkaar, die muziek? Waaruit bestaat ze? Hoe werkt ze? Wat is haar structuur? Ja, en dan stellen we natuurlijk vast dat muziek toch altijd klank is. Wat is klank? Wat is geluid? Zoals daar juist gezegd, een geluidsgolf, het is een golf, is iets dat zich voortplant door de lucht. Een trilling in de lucht. Moet dat de lucht zijn? Nee. Je kunt ook geluid hebben onder water. Je kunt ook geluid hebben in een vaste stof. Je kunt geluid hebben dat door staal gaat. Gaat zelfs heel goed. Je kunt geluid hebben zelfs in een interstellaire wolk. Heel ijl, maar heel reëel. Maar ja, wij mensen, wij wonen niet in interstellaire wolken. Wij zitten hier met onze voeten op de grond en ons hoofd in de lucht. En de muziek vernemen wij vanuit de lucht. Er trilt iets in de lucht, dat zet ons trommelvlies in beweging, dat trilt mee en dan horen we iets, dan horen we een klank. En dus een zeker aantal trillingen per seconde. Zijn dat veel trillingen per seconde, dan horen we een hoge klank. Zijn er dat weinig, dan is dat een lage klank. Dus er bestaat een direct verband tussen het aantal trillingen per seconde en de toonhoogte. De hoogte van de klank die je hoort. En daar ligt dus meteen een verband tussen fysica en gewaarwording. Wij worden een hoogte van een toon gewaar, maar eigenlijk gaat het om een mathematisch gegeven, de frequentie van een bepaalde trilling. Het aantal keer dat ze vibreert per seconde. En dan kan een geluidsgolf natuurlijk nog op allerlei manieren van andere golven verschillen. Niet alleen door het aantal trillingen per seconde, maar ook bijvoorbeeld door de intensiteit van de trilling. De trillingen waar het om gaat zijn drukgolven. Dus lucht wordt samengeperst en dijt dan weer uit, want er zit een zekere veerkracht in de lucht. En je kunt dat een beetje doen, dansen, maar je kunt dat natuurlijk heel fel doen gaan ook. En als het heel fel gaat, dan zit er veel energie in en dan horen wij een luid geluid. En als het heel zwakjes gaat, dan horen we een zwak geluid. Dus wat men zegt in de fysica, de amplitude van de trilling, de mate van het heen en weer gaan, is een maat voor de sterkte van het geluid. De frequentie voor de hoogte en de amplitude voor de sterkte, geluidssterkte. Dat zijn belangrijke, maar ik denk heel bekende, algemeen bekende, elementaire gegevens over wat geluid is en hoe het verband houdt met klanken waar we muziek mee zullen maken. Er is nog een element dat een rol speelt, het soort golf. Mathematisch, als je iets hebt dat golft, dan kan een mooie gladde deining zijn. Het kan ook een hoekige zijn. Zo. Hop, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Dat zou ook kunnen. Of een glooiende, bijvoorbeeld een sinus. Een sinus is een mooie harmonische trilling. Maar je hebt andere manieren waarop je kunt trillen. Die golf die kan verschillende vormen aannemen. En dat zul je heel goed horen. Dat zijn verschillende gewaarwordingen die je bij hebt. Dus de golfvorm is ook een element dat meespeelt. En hoe gaan we nu die geluiden voortbrengen? Hoe brengen we een klank voort? Dat kan op vele manieren. Je stoot ergens tegenaan en je hoort al iets. Natuurlijk, je krijgt een botsing van twee materialen tegen elkaar en dat veroorzaakt een drukeffect dat zich voortplant door de lucht. Dus overal wanneer we iets doen, horen we wel iets. Maar in de muziek is het de bedoeling dat we onze geluidsgolven die we genereren goed onder controle hebben. Dat we precies weten wat voor soort klanken we voortbrengen, welke frequentie, welke amplitude, welke golfvorm. En de handigste manieren om dat te doen, er zijn er eigenlijk twee, er zijn er natuurlijk veel meer, maar er zijn er twee die veruit overwegen. Dat is door een snaar te nemen, je spant die goed aan en dan trek je daaraan en dan laat je dat los. En die snaar, omdat die aangespannen is, zit dus een veerkracht in
En die gaat terug naar haar evenwichtstoestand van zodra je die loslaat. Maar dan schiet ze daar voorbij. En dan komt ze dan weer terug naar het andere uiterste. En zo blijft ze heen en weer gaan. En dus die snaar die veroorzaakt dan een trilling in de lucht. En die hoor je. En dus een trillende snaar brengt een geluid voort. En dat is dus wat we doen als we piano spelen, of viool spelen, of gitaar spelen. Dan zijn het telkens trillende snaren. Een andere manier waarmee je de lucht goed in trilling kunt brengen, is een of andere luchtkolom nemen. Een buis. En je blaast erin of iets dergelijks. Zodat er een trilling in ontstaat. En dan gaat die hele luchtkolom die gaat meetrillen. En dat verplaatst zich dan ook door de lucht. Dat doet zich voor in een orgelpijp. Of in een klarinet, of in een fluit. En dan breng je dus luchtkolommen in trilling. En dat gaat dus ook goed. Vanuit fysisch oogpunt is die trillende snaar het makkelijkst te behandelen. Als wij geluid willen begrijpen en onderzoeken en alle verbanden zoeken tussen die verschillende grootheden, dan is het dikwijls het gemakkelijkst om te spreken vanuit trillende snaren. En zo is het historisch ook gegaan. De wetten van de harmonie, van de muzikale harmonie, zijn ontdekt 25 eeuwen geleden door de Pythagoreërs bij hun onderzoek van trillende snaren. En dan kun je dat goed onder controle hebben van als je de dingen wil opmeten. Hoe lang is de snaar? Hoe hard heb ik ze gespannen? Hoe dik is mijn snaar? Dat speelt allemaal een rol. Dus dan gaan we eens beginnen met daarnaar te kijken. Hoe is het verband tussen tonen en trillende snaren? Dus hier ziet u het instrument dat u daar juist hebt gehoord in die prachtige cello-suites van Bach. Dat is een cello en die speelt dus door de snaren daarvan met een strijkstok of pizzicato met je vingers in trilling te brengen. En dan hoor je die klank. En die klank wordt versterkt door die hele kast die er rond zit, anders is het maar een heel mager geluid. Dus de intensiteit moet versterkt worden door zo'n resonantiekast. En dat is het instrument. Trillende snaren. En dan gelden dus deze basisprincipes. Ik ga daar vrij snel over, omdat ik aanneem dat u dat eigenlijk allemaal weet, maar we moeten ons dat even herinneren. Hoe langer de snaar is, hoe lager de frequentie. Dus als een violist een lage toon wil brengen, dan schuift hij zijn vinger naar achter. Dan krijg je een langere snaar. En hoe lager de frequentie, dus hoe lager de toon. En omgekeerd, hoe korter de trillende snaar is, hoe hoger de frequentie en hoe hoger dus de toon. Maar dat alles op voorwaarde dat de andere karakteristieken van uw snaar dezelfde zijn. Er speelt meer een rol bij de toonhoogte dan alleen de lengte van de snaar. Wat ook een rol speelt is de spanning, de spankracht. Als je je snaar harder aanspant, gaat de toon omhoog. En wat ook een rol speelt is de dikte van de snaar. Of juister gezegd, de massa. De massa per eenheid van lengte van de snaar. Hoe zwaarder een snaar, hoe dieper de toon. Dus de dikte van de snaar, de spankracht, de lengte van de snaar, dat speelt allemaal een rol. En het formuletje dat weergeeft, dat staat hier, en dat hebben we ook allemaal geleerd ooit in de fysica lessen. De frequentie, dus het aantal trillingen per seconde, wordt gegeven door deze formule. En daarin is L de lengte van de snaar. T stelt voor de spankracht, het aantal newton, de kracht waarmee die gespannen is. En mu is de massa van de snaar per lengteeenheid. Dus zoveel gram per millimeter weegt die snaar en dat bepaalt mee de toonhoogte. En zoals u ziet, die spankracht en die massa die staan hier onder een vierkantswortel. En als we nu eens afspreken dat voor het doen van alle proefjes, dat we die constant houden. Dat wil zeggen, ik heb een bepaalde snaar, ik werk altijd met dezelfde snaar. En dus geen dikke en dunne snaren, maar altijd dezelfde. En de spankracht is ook altijd dezelfde. Ik ga er nu wat losser of wat harder aan spannen, altijd dezelfde kracht. Dan staat er hier een constante en dan zie je dat die frequentie nog alleen afhangt van de lengte. Via een heel eenvoudige verhouding, omgekeerd evenredig. Hoe langer de snaar, hoe lager de toon. Dubbel zo lange snaar, dubbel zo lage frequentie. En dus de lengte en de frequentie zijn omgekeerd evenredig.
dat maakt het dus natuurlijk mogelijk om dat goed te onderzoeken. We nemen zo'n snaar, we spannen die tussen twee uiteinden en nu ga ik dus die lengte veranderen en dan stel ik vast hoe die toonhoogte in functie daarvan verandert. En dan kunnen we werken, en dan wordt het eigenlijk pas wat muzikaler, met verschillende snaren tegelijkertijd. Ik kan twee snaren nemen, allebei met dezelfde spankracht, dezelfde massa, en ik kan de lengte variëren. Laat die twee snaren nu tegelijkertijd klinken. Als ze dan dezelfde lengte hebben, krijg je dezelfde frequentie en dus dezelfde toon en dan klinkt dat heel mooi samen. Als ze van lengte verschillen, ja, dan ga ik tegelijkertijd twee verschillende toonhoogtes horen. En dan kan het zijn dat je zegt, ja, dat klinkt heel mooi samen. Of je kunt ook zeggen, ja, dat gaat echt niet samen. Dat wringt, dat is een onaangenaam samenklank. Het kan met andere woorden consonant zijn, mooi, vlot, samenhangend, of dissonant, dat het vals klinkt. En dan stellen we vast dat, en nu wordt het pas interessant, dat het, die schoonheidservaring, of je het nu mooi vindt of niet mooi vindt, afhangt van die getalverhouding van de lengtes. Als de lengtes zich verhouden zoals kleine gehele getallen, klinkt het goed. En als het daarvan afwijkt, klinkt het lelijk. Schoonheid heeft iets te maken met rekenkundige verhoudingen. Muzikale schoonheid toch. En hier zie je een paar voorbeelden. Als de lengteverhoudingen van die twee snaren, die is van 2 op 1, dus de ene snaar is dubbel zo lang als de andere, dan krijg je een heel opvallend verschil in toonhoogte. Maar die twee gaan heel goed samen. Ze glijden als het ware je oor in en ze zijn precies voor elkaar gemaakt. Hoe verschillend ook. Wel, dat interval, dat overeenkomt met die getalverhouding 2 op 1, dat is het octaaf. Dus dat op de piano is dat de do en de volgende do 1 octaaf verder. En dat is natuurlijk een heel verschil en toch heel goed samen passend bij elkaar. 2 op 1. Exacte, ronde, gehele getallen. Moet niet 2 op 1 zijn. Kan bijvoorbeeld ook 3 op 2 zijn. En dan heb je het interval van wat we noemen de kwint. Dat is op de piano, als je de do en de sol tegelijkertijd aanslaat, dan hoor je ook een duidelijk verschil. Maar het is toch weer nog heel anders dan met het octaaf. Het klinkt heel mooi ook. Een heel gaaf, rein, mooi samenklank. De kwint. Verhouding 3 op 2 tussen de lengtes van de trillende snaren. En zo kun je verder gaan. Neem een verhouding van nog wat hogere getallen, 4 op 3, gaat ook heel goed. Dat is de kwart, de do en de fa. En nog een beetje verder, 5 op 4. Maar de getallen worden al wat groter. En de harmonie, de consonantie is pas ideaal als het gaat om kleine getallen. 5 op 4, dat is wat wij noemen de grote terts. En ja, dat klinkt heel mooi samen, vinden wij. Maar het was bijvoorbeeld typisch dat voor de oude Grieken, dat ze daar niet van hielden. Dat ging al te ver. En wij moderne mensen, die zoveel gewoon zijn op het gebied van muziek, we vinden eigenlijk de grote terts zelfs veel sterker aan expressie dan bijvoorbeeld een octaaf. Een octaaf is wel gaaf, maar eigenlijk ook een beetje uitdrukkingsloos. Terwijl een grote terts, dat is... Wij gebruiken dat zelfs om muziek te karakteriseren. We zeggen dat is een werk dat geschreven is in een grote terts. En dus dat is voor ons bepaald dat de toonaard waarin de muziek gemaakt is. Als je nog een beetje hoger gaat, maar het wordt stilaan wat hachelijker, 6 op 5, een kleine terts. Ja, een kleine terts, dat is mooi, heel mooi zelfs, maar droevig. En dat is een soort apart soort schoonheid, een soort weemoedige schoonheid. Er is het, alsof er toch een soort klacht tot je komt. Zo. Het is heel mooi, de ziel is ontroerd, maar je voelt ook dat er iets niet perfect is. En er is in de muziek hier ontstaat er een expressiekracht door te werken juist met deze grotere verhoudingen. Maar daar gaat het ons dus nu om te doen zijn. We werken met dergelijke intervallen, twee tonen tegelijk of meer.
tonen tegelijkertijd voortbrengen en zorgen dat die intervallen zich op een bepaalde manier verhouden, dan krijg je dus allerlei schoonheidsgewaarwordingen die eventueel dus ook gevoelsmatig inwerken. Ze hoeven niet tegelijkertijd te klinken, je kunt ze ook na elkaar laten klinken, dan krijg je een melodielijn. En ondertussen kun je daar dus ook weer harmonie in leggen en dat is het hele spel van de muziek. Maar er is iets dat een rol speelt en dat is iets eigenlijk even puur fysica of zelfs puur wiskunde. Maar ik ga het op een eenvoudige manier demonstreren. Dat is het effect dat gaat spelen wanneer je twee tonen tegelijkertijd laat lopen die bijna gelijk zijn. Net niet gelijk. Hier bijvoorbeeld zo geïllustreerd met die bovenste. Dat is een trilling. En je ziet dus, dat zit dus eigenlijk grafisch uiteen, de luchtdruk in functie van de tijd. De druk gaat op en neer in functie van de tijd, een paar honderd keer per seconde. En dus hier verloopt zo de horizontaal de tijd en dat is de luchtdruk. En dan is onze tweede klank, B. En die doet hetzelfde. Maar kijk goed, ze beginnen alle twee hier met een opwaartse beweging. Dus alle twee neemt de druk toe en dan allebei naar beneden. En die lopen mooi in cadans. Nee, toch niet zo mooi. Want een eindje verder, hier zo ongeveer, is die zijn top, valt samen met die zijn dal. En dan weer even later, hier, is het weer, vallen de toppen weer samen. Ze lopen iets uit cadans. Nu, als je die twee samentelt, dan krijg je, wat daaronder staat afgebeeld, wat men noemt zwevingen. Die twee golven trillen samen, ze trillen met een frequentie die lijkt op die van de basisfrequentie, zie je, maar die nog eens een eigen frequentie heeft. Een veel lagere frequentie. En dat noemt men in de fysica zwevingen. Je krijgt zwevingen in je klanken. En dat is een belangrijk gegeven. Want om muziek te begrijpen, moet je eigenlijk begrijpen hoe die zwevingen ontstaan en wanneer ze optreden. Ik ga het proberen nu eens te laten horen. Je hoort twee tonen. Een van 315 en een van 300 hertz, dus ze verschillen 15 hertz, 15 trillingen per seconde. En u hoort het trillen. Nu verschillen ze nog maar 10 hertz. Het gaat wat langzamer. Nu verschillen ze nog 5 hertz. Zo heel mooi als muziek, hè? Maar wel interessant. Ik denk dat het experiment duidelijk was. Dus telkens twee tonen, één van 300 hertz en één dan van aanvankelijk 20 hertz daarboven en dan dichter en dichter bij, tot ze nog maar twee hertz van elkaar verschilden. Twee trillingen per seconde dus en dan krijg je die deining daarbovenop. Dat zijn zwevingen. En die treden op ook waar je muziek wilt maken. Nu, we moeten het verschijnsel van de trilling ook nog even bekijken. We spreken over trillingen die zich voordoen in de lucht, luchtdrukgolven, die ontstaan te gevolge van trillende snaren, dus een snaar die heen en weer gaat. Wel, hier ziet u er een afgebeeld. Deze snaar is uit zijn evenwicht getrokken en wat doet die? Die gaat dus op en af. In de praktijk zal die gedempt worden door de wrijving in de snaar en de wrijving met de lucht, maar anders zou die altijd zo blijven heen en weer gaan. Die snaar die zit tussen twee vaste punten. Dus dit punt, dat is heel belangrijk, en dat punt zijn vast. Daar heb je dus bewegingen die niet mee kunnen gaan. Daar houdt de snaar zichzelf vast en daartussen heb je dus een beweging mogelijk. Maar het kan ook zo. Met diezelfde twee vaste punten is het ook mogelijk dat je snaar deze beweging maakt. En dan zie je dat er hier een extra stilstaand punt is bijgekomen, precies in het midden. Hoewel die snaar trilt, houdt ze daar in het midden vast. En nu gaat de ene helft en de andere helft van die snaar, die gaan op zichzelf als het ware heen en weer trillen. En samen vormt dat toch één golf. Eigenlijk zie je hier pas in die tweede trilling, de hele golflengte.
De golf die gaat van zijn minimum naar zijn maximum. En van zijn maximum naar zijn minimum. Deze, hier, bij deze trilling past er precies één volledige golf tussen je twee vaste punten. Eén golflengte. In de eerste trillingswijze past er maar een halve golflengte tussen je twee vaste punten. Het kan ook nog zo. Het kan zijn dat je snaar, terwijl ze trilt, in feite twee vaste punten hierheen en daar een niet meebewegend punt. Men noemt dat een knop. Dus hier heeft de trillende snaar twee knoppen. En hier past de halve golflengte, dus drie keer in de volledige lengte. Dus dat is de lengte van mijn snaar. En de halve golflengte gaat er nu drie keer in. Dus anderhalve golflengte zit er in de lengte van de snaar. En dat is allemaal dezelfde snaar die je laat trillen en die deze verschillende trillingswijzen kan hebben en ze allemaal tegelijkertijd kan hebben. Hier staan ze afzonderlijk afgebeeld, maar ze kunnen samen al die trillingen uitvoeren. Dan wordt het wat moeilijk om je voor te stellen, maar in wezen is het altijd dit. Hier zie je er zo'n aantal afgebeeld nog eens. Dus in de eerste mode, de eerste wijze, heb je hier, als knopen heb je alleen de uiterste vaste punten. En dan gaat dat groene punt op en neer, deint dat. De tweede mode heb je één knop, die zit in het midden. En heb je daar een halve golflengte en daar een halve golflengte, die de tegengestelde beweging maken. Dan de derde, en dan de vierde, en dan de vijfde, enzovoort, enzovoort. In feite is daar geen grens aan het aantal trillingswijzen die een snaar zo kan uitvoeren. Voorwaarde is alleen dat de halve golflengte altijd precies moet passen in de lengte van je snaar. Want die uiterste punten zitten vast, dus die kunnen niet zelf ook nog wat op en neer gaan. Daar doet zich iets voor dat men eigenlijk pas veel later, waarvan men pas veel later de volle consequentie begrepen heeft. Die snaren die kunnen dus trillen op alle mogelijke manieren. Met alle mogelijke golflengten en alle mogelijke frequenties, want golflengte en frequenties zijn gekoppeld. En dus met alle mogelijke toonhoogten. Maar al die mogelijke toonhoogten zijn discreet van elkaar gescheiden. Er is een bepaalde toonhoogte en dan één die daar een eind van afwijkt, maar daartussen is niks mogelijk. Want die halve golflengte die moet er precies een geheel aantal keer inpassen. U kunt nooit een trillingswijze hebben waarbij de halve golflengte, ik zal maar zeggen, 3,5 keer past in de hele lengte. Dat kan niet. Het moet twee keer zijn, of drie keer, of vier keer. Maar altijd een geheel getal. Wat men pas veel later begrepen heeft, dat is dat zich hier eigenlijk voordoet in de fysica, wat we in de kwantumfysica pas eerst ten volle onder ogen gezien hebben. Dat is dat de natuur gekwantiseerd is. Dat de natuur niet altijd een continu verloop kan kennen, maar soms met schokken verloopt, omdat tussenwaarden uitgesloten zijn. En wat men aanvankelijk in de kwantumfysica in het begin van de 20e eeuw niet begreep, hoe komt het dat atomen licht uitstralen met een bepaalde frequentie, of de dubbel zo hoge frequentie, of een drie keer zo hoge frequentie, en die tussenwaarden die bestaan niet. Waarom is dat niet een mooi continuum? Want je zou denken, frequenties kunnen toch alle waarden aannemen? Nee, altijd die discrete waarden. Tot Max Planck en Albert Einstein en zo ingezien hebben dat dat te maken heeft met een kwantisatie die wellicht ook verband houdt met het feit dat trillende snaren ook maar met discrete waarden frequenties kunnen voortbrengen. En dat je inderdaad een atoom misschien moet opvatten als een trillend systeem. En dat in dat trillend systeem maar bepaalde frequenties mogelijk zijn, omdat de golflengte of de halve golflengte een geheel aantal keer in de ruimtelijke omvang van je atoom moet kunnen passen. En dat is eigenlijk de weg geworden naar het begrijpen van de kwantumfysica. Dus het nadenken over geluid en muziek brengt ons diep in de fysica. Meteen confronteert het ons met het vraagstuk, hoe komt het dat niet alle waarden van fysische grootheden, zoals frequentie en energie, die eraan gekoppeld is, dat die niet alle mogelijke waarden kunnen aannemen. Nou, hier zie je het, gedemonstreerd. De halve golflengte moet er een precies aantal keer inpassen. Laat je die voorwaarden los, maak ik dat punt hier los, laat ik de snaar meetrillen, ja, dan is ineens weer alles mogelijk, maar dan heb je geen mooie, reine tonen meer. Dus dat doet zich voor. En dat is onze conclusie, dat hebben we nu geleerd. Hoe groter het aantal knoppen, hoe korter de golflengte.
Want ze moeten telkens een zeker aantal keer in kunnen. En ook hoe hoger de frequentie. Misschien toch nog eens eventjes terug naar het vorige beeld. U ziet dat dat onderste veel sneller trilt dan dat bovenste. Hoe korter de golflengte, hoe sneller het trilt. Het product van de frequentie en de golflengte is de snelheid van de golf. En aangezien de geluidssnelheid door zo'n snaar een bepaalde waarde heeft, is het product van die twee dus constant. Dus hoe groter het een, hoe kleiner het ander moet zijn. Als de golflengte groot is, is de frequentie laag. Dus hebben we dit als conclusie. En gaan we daar nu mee rekenen. Dus nu gaan we de cijfertjes eens laten spreken. We gaan eens kijken hoe dat nu in zijn werk gaat als je een snaar laat trillen en je krijgt al die trillingswijzen tegelijk. Dus die snaar maakt ingewikkelde bewegingen en we hebben die nu geanalyseerd waar ze uit samengesteld zijn en dat is dit hier. En we gaan daar symbolen aan toekennen. Om te beginnen als het aantal knopen 0 is. De twee vaste uiteinden reken ik niet mee als knopen. Dat zijn gewoon de einden van de snaar. En daartussen zijn er geen vaste punten, dus 0 knopen. Dan past een halve golflengte precies in de lengte van de snaar. De golflengte noem ik dan lambda 0. De daarmee overeenstemmende frequentie noem ik F0. Symbolen die we voortdurend zullen gebruiken. En de toon die daarmee overeenstemt noemen we de grondtoon. Goed, dus een snaar, dat was die eerste trilling helemaal bovenaan van daarjuist. Een snaar die dat doet, trilt met een grondtoon. Tegelijkertijd trilt ze ook op de tweede manier, waarbij er één knoop is en dus een volledige golflengte tussen de uiteinden past. En de golflengte is dus nu dan maar de helft, want nu past er een volledige in de lengte en bij de vorige past er maar een halve in. Dus de golflengte van deze tweede trillingswijze is lambda op 2. Dat noem ik lambda 1. Lambda 1 is de helft van de golflengte van de grondtoon. De daarmee overeenstemmende frequentie, wel, als de golflengte maar de helft is, dan is de frequentie het dubbele. Dus de F1, de frequentie van deze trilling, is 2 keer de grondfrequentie. Dat noemen we de eerste boventoon. Bij de eerste boventoon krijgen we dus een frequentie die precies het dubbel is van de grondtoon. Enzovoort. Dan gaan we naar het volgende kijken. Als er 2 vaste knopen zijn, ja, dan past de golflengte daar 1,5 keer in. De golflengte is dus nu 1/3 en de frequentie 3 keer. De oorspronkelijke van de grondtoon. Dus dat is de tweede boventoon. En zo ook 1/3 boventoon, 1/4 boventoon, 1/5 boventoon, 1/6, 1/7, 1/8 en ga zo maar door. Al die boventonen kunnen tegelijkertijd klinken met al die frequenties die erbij horen. En hoe zijn die frequenties? Wel, die staan dus hier. De basisfrequentie is F0 en dan 2F0, 3F0, 4F0. Allemaal verhouden ze zich mooi zoals die gehele getallen. Al die frequenties klinken tegelijkertijd. Ik zal vaker, eigenlijk zelfs alleen nog, spreken over frequenties en niet zozeer over golflengtes. De twee hangen rechtstreeks samen. Alles wat je zegt in frequenties kun je ook uitdrukken in golflengtes en gewoon omgekeerd evenredig. Maar wat we horen als we naar muziek luisteren, dat zijn uiteindelijk frequenties en geen golflengte. Als je geluid hoort, dan ben je geen lengtes aan het meten. Maar je bent wel aan het registreren hoe vaak je je trommelvlies heen en weer trilt. Dat is het wat je registreert. Dus wij meten of wij observeren frequenties. En niet zozeer golflengte. Dus als we over frequenties spreken, zitten we dichtst bij de gewaarwording. Dichtst bij wat muziek voor een waarnemer reëel is. En dus hier staan ze dan, de frequenties van de grondtoon en alle boventonen. Maar, nu, hebben we die allemaal tegelijkertijd? Dan moeten we eens gaan kijken, dat gaat een hele puzzel opleveren. Want dat gaat zich allemaal tegelijkertijd voordoen. En dus eens kijken wat je dan krijgt. Te beginnen de grondtoon, natuurlijk, de basistrilling. En dus je krijgt de frequentie F0. Dan de eerste boventoon, die heeft een frequentie F1. Die staat tot F0 als 2, die is dus dubbel zo hoog, een dubbel zo hoge frequentie. Daarvan weten we dus nu dat dat een octaaf hoger is.
Het octaaf is de verhouding 2 op 1. Dus je eerste boventoon klinkt een octaaf boven de grondtoon. En die eerste boventoon krijg je eigenlijk altijd mee. Als je die grondtoon hoort, hoor je dat octaaf hoger ook. En dan de tweede boventoon. Wat doet die? Wel, die heeft een frequentie, F2, die 3 keer de grondtoonfrequentie is. Dus hoe verhoudt zich nu dus die tweede frequentie van de tweede boventoon tot die van de eerste? Als 3F0 op 2F0, dat is als 3 tweede. Dus de tweede boventoon verhoudt zich tot de eerste boventoon als 3 op 2. Dat is een kwint. Dus die boventonen onderling die gaan ook natuurlijk tot in getalsverhoudingen tot elkaar staan. En je krijgt dus heel veel als je naar klank luistert. Je krijgt octaven meteen te horen, je krijgt een kwint te horen. Dat moet allemaal mooi klinken. En inderdaad, als je zuivere tonen voortbrengt, krijg je al die welluidendheid krijg je meteen mee. Octaven en kwinten, ze zitten er allemaal in. Maar toch eens verder kijken nog, want het blijft natuurlijk niet daartoe beperkt. Hè. We gaan naar de derde boventoon. Die heeft een frequentie van 4 keer de basistoon. Dus hoe verhoudt die zich tot de basistoon? F3 staat tot op F1, zoals 2. Dus dat wil zeggen tot de eerste boventoon hier. Dus die verhoudt zich tot de eerste boventoon als een octaaf. Die ligt nu een octaaf niet boven de grondtoon, maar boven de eerste boventoon. En als je gaat kijken hoe die tweede boventoon, de derde boventoon, zich verhoudt tot de tweede, dan moet je de verhouding F3 op F2 nemen. Dat is 4F0 op 3F0, dat is 4 op 3. Dat is een kwart. Dus de tweede boventoon verhoudt zich tot de derde boventoon. Nee, de derde boventoon verhoudt zich tot de tweede boventoon. Zoals een kwart. Moeilijk is het niet, maar het wordt een hele puzzel. En je voelt dat we nog maar aan het begin staan. Daar zitten dus allerlei intervallen in. En octaaf, dat is mooi genoeg. Een kwint, dat is prachtig. En een kwart ook. Maar ga zo nog maar door. We gaan nog eentje doen. Goed kijken. De vierde boventoon. Die heeft dus een frequentie ten opzichte van de F0, de grondtoon, van 5 keer hoger. Dus de vierde verhoudt zich tot de derde. De derde, dat is deze, met zijn 4F0, als 5 op 4. 5 op 4. Dat is een grote terts. Die zit er ook in. De vierde boventoon verhoudt zich tot de derde, zoals de grote terts. Enzovoort. De vijfde zal zich verhouden tot de vierde, zoals de kleine terts. En als je nog verder opklimt, en al die boventonen die zijn er, dan krijg je altijd moeilijkere en moeilijke verhoudingen en het gaat allemaal niet meer zo zuiver klinken. We gaan dat in muziekschrift zetten. De noten staan daar dan boven. Hè. Als je de boventoon, de F0, als we daar nu eens het woord C aan toekennen, het symbool C aan toekennen, de C die doorgaans de Do aanduidt, hè. De C, en die beelden we op de notenbalk hier af. Oké, waar staat dan in notenschrift de eerste boventoon? 1 octaaf hoger. Hier. Een octaaf boven de grondtoon. Dus ik spring een octaaf naar boven. Dat is de Do. 1 octaaf hoger. En waar zit dan de tweede boventoon? Wel, die ligt nog eens een kwint 2 hoger. Dus van die Do ga ik nu naar een Sol. Enzovoort. En dan weer hoger, dan kom ik weer op een Do terecht. 2 octaven boven de boventoon. Enzovoort. Je kunt ze nu allemaal invullen. Je krijgt dus die hele reeks noten, die krijg je mee als je ergens een grondtoon laat trillen. Geen wonder dat de klankrijkdom zit in zoiets als een cello. Daarjuist hebben we die cello-suites van Bach gehoord. Dat was één instrument, zonder begeleiding, geen heel orkest erachter. Maar het klonk als een orkest. Er zit gewoon in die ene toon zit zoveel en je hoort dat allemaal tegelijkertijd. En een cello is zo gebouwd dat dat een warme, weldoende klank is. Niet te veel dissonante, maar mooie, elkaar versterkende, harmonische verhoudingen in al die boventonen. Want waar hangt het nu vanaf? Al die boventonen die krijg je, ja, maar niet allemaal in dezelfde intensiteit. Er zijn er die sterk doorklinken, er zijn er die zwak maar meeklinken of helemaal niet. En dat hangt van allerlei fysische omstandigheden af. De materialen, de vorm van je instrument. En zo, daar komt natuurlijk de kunst naar boven van het bouwen van muziekinstrumenten. Eigenlijk is dat het regeren over die boventonen. Hoe hou je dat
in de hand. Dat je daar de goede verhoudingen hebt die je wenst. Maar dus er zit veel muziek gewoon maar in het spelen van één noot. Al die verhoudingen zitten erin. Dat geeft zoveel voldoening. En we zijn nog maar aan het begin van ons gecijfer. Maar het is niet allemaal voldoening, want we gaan eens raadplegen wat... we gaan eens te raden bij Hermann Helmholtz, de Duitse fysicus van midden van de 19e eeuw. Die heeft een heel interessant boek geschreven over muziek. De fysica en ook de fysiologie van de muziek. Dus ook hoe de muziek inwerkt, klanken inwerken op ons gehoor. En zelfs de psychologie. Hoe wij dat dan ervaren en daarop reageren. En Helmholtz doet een aantal vaststellingen. Die zegt, ja... Natuurlijk, als die verhoudingen goed zijn, 2 op 1 of 3 op 2 of 4 op 3, dan klinkt het goed. Maar het is ingewikkelder dan dat, zegt hij. Wat bijvoorbeeld merkwaardig is, vond hij dat als je daar een beetje van afwijkt, zou het theoretisch heel lelijk moeten klinken. En vaak vinden we het nog altijd mooi. Mag niet te veel afwijken, maar toch, dan gaat het nog. En hij zegt, dat is dan heel vreemd. Je kunt het niet meer verklaren vanuit de exacte getalverhouding, want die zit er eigenlijk zelfs juist naast. Het gaat nog goed. En hij zegt, ja, en als het dissonant klinkt, of het dissonant klinkt, dat hangt niet alleen af van de getalsverhoudingen, maar ook nog eens van de toonhoogte op zichzelf. Je kunt zo observeren dat bij lagere tonen, dat je meer gevoelig bent voor dissonanten dan bij hogere tonen. Alsof het daar nauwkeuriger moet afgestemd zijn. Ook blijkt dat of we iets consonant of dissonant vinden, afhangt van de klankkleur. De klankkleur is niks anders dan het geheel van al de boventonen. En elk instrument heeft dus zo zijn eigen klankkleur. Je hoort heel goed het verschil als je een do speelt op een viool of op een klarinet. En toch is het allebei een do. Allebei dezelfde grondtoon. Wat is dan het verschil? Ja, al die boventonen. Die hebben verschillende intensiteiten voor een klarinet of voor een viool of voor een trombone, of allemaal verschillend. En hij zegt nu, de kwestie of we intervallen en akkoorden mooi vinden of niet, hangt ook af van de klankkleur. Dus de boventonen spelen een rol. Wel, zegt Helmholtz, ik ga dat onderzoeken. En hij heeft dat gedaan. Experimenteel, heel uitgebreid, heel dik boek daarover geschreven. Buitengewoon interessant, maar een beetje moeilijk om te lezen. Maar hij komt tot volgende conclusies. Of nog niet directe conclusies, metingen. Hij zegt, ik ga dissonantie meten. Maar ja, hoe doe je dat? Of iets mooi of lelijk is. Het gaat eigenlijk alleen subjectief. Vindt u het mooi? Ja, daarom ik nog niet. Maar over het algemeen gaan we het in dit verband toch wel daarover eens zijn. Of iets dissonant klinkt of consonant klinkt. En er is ook een mate van dissonant. Het kan vreselijk vals klinken of een beetje verkeerd. Dus je kunt dat toch, zegt hij, wel kwantitatief uitdrukken. Wel, ik maak een grafiek waar ik verticaal uitzet de subjectieve indruk van dissonantie. En horizontaal... Dan het verschil tussen de twee tonen die ik tegelijkertijd laat klinken. Maar hier nu uitgedrukt in aantallen zwevingen per seconde. Dus dat trillende toontje zo, dat zweven, komt omdat je twee verschillende tonen tegelijkertijd hebt die dicht bij elkaar liggen in frequentie, maar niet exact op elkaar vallen. Dus ze wijken wat af en je hebt dus die zwevingen. Nu hangt het af, zegt hij, of we dissonantie of consonantie ervaren van het aantal zwevingen per seconde. Als het aantal zeer klein is, als je er maar heel weinig hebt, zoals wij in ons experimentje daar juist op het laatst, en dan hoor je heel duidelijk, zo, het gaat op en af, zo, hè. Een hele melige vibratie zo. Maar je hoort tenminste het vibreren. Je hoort de zwevingen. Wordt dat aantal zwevingen groter, dan komen ze heel snel achter elkaar en op den duur onderscheid je ze niet meer. En dan krijg je nog alleen een soort ruwe klank. Een klank waar een soort rateleffect in zit. Maar je hoort ze niet meer goed afzonderlijk. Dat zegt Helmholtz, dat is een maximale dissonantie. Dat vinden we heel lelijk. Die zwevingen die zijn niet zo prettig, maar...
Echt lelijk ook niet. Je kunt er zelfs muzikaal soms mee gaan spelen. Gaan ze nog verder uit elkaar liggen, krijg je nog meer zwevingen per seconde. Ja, op den duur, je hoort helemaal geen zwevingen niet meer. Je hoort gewoon de twee verschillende tonen. En dan krijg je dus helemaal geen dissonantie op den duur meer. Dan hoor je de twee duidelijk onderscheiden van elkaar. Dus, zegt Helmholtz, waar we op moeten letten, dat is of die aantallen zwevingen per seconde niet in de buurt van de 30 komt. Want daar is het dat we dat het lelijkst ervaren. Wel. En dat hangt nu wel nog wat af van de frequentie. Bij lage tonen, 125 hertz, dat is een lage toon, ligt die veel meer naar rechts, mogen de tonen verder uit elkaar liggen dan bij hoge tonen. Rond bij 1000 hertz, wat een hoge toon is, moeten ze in de buurt liggen van, hier is het uitgedrukt in een aantal halve tonen van een toonladder. Dus in de buurt van de 2. 2 halve tonen, dat is dus 1 ton, dat geeft bij hoge frequenties geeft dat een hoog dissonantie-effect. Bij lage tonen moeten ze verder uit elkaar liggen om datzelfde dissonantie-effect te krijgen. Dus, zegt Helmholtz, daar moet je ook rekening mee houden. Als je bij al die boventonen gaat uitrekenen hoe ze zich onderling verhouden en wat dan het aantal zwevingen is dat ze geven, hou dan ook rekening mee of dat je ergens hoog zit of laag zit, want dan is het weer verschillend. U voelt aankomen dat de berekeningen heel ingewikkeld gaan worden. En hier krijg je het uiteindelijke resultaat. Hij gaat nu van 2 tonen die zich goed van elkaar onderscheiden, uitrekenen hoe een heel aantal boventonen zich onderling verhoudingen. Hij ging tot de 9e boventoon. Dus dat waren enorme uitgebreide berekeningen van al die combinaties die je daar dan tussen krijgt, al die intervallen die boventonen met elkaar konden hebben, gingen dan uitrekenen wat daarvan het dissonantie-effect zou zijn in functie van het verschil dat ze maken en ook hoe hoog of hoe laag ze liggen. En dan kreeg hij deze curve. Als je het gaat van de unisono, dat wil zeggen twee identieke tonen, tot twee tonen die een octaaf van elkaar verschillen, dan liggen daartussen allerlei verhoudingen waarbij we weinig dissonantie hebben. Dat zijn dus de putten, de afgronden in de curve, en waar je geweldig veel dissonantie hebt. En wat zien we? We krijgen eigenlijk de oude intervallen wel terug. Maximale consonantie, dus minimale dissonantie, bij de unisono natuurlijk, twee precies dezelfde, of het octaaf. Daar hebben we helemaal geen dissonant gevoel. Maar ook bij de kwint, hier, bij de verhouding 3:2, ook dat geeft een perfect resultaat. En dan vind je die andere ook nog wel terug. De kwart ligt hier, maar toch niet zo volmaakt. Je hebt daar altijd nog een beetje dissonantie. De grote terts, de kleine terts zeker. En dan heb je nog die grote sext en de kleine sext. De grote sext is 5:3 en de kleine sext is 8:5, geloof ik, zoiets. Daar hebben we nog een zeker consonantie, maar toch ook duidelijk een gevoel van dat het helemaal niet zo harmonisch klinkt. Dus Helmholtz heeft deze hele curve uitgerekend. Wat nu aan die curve zo interessant is, is dat die dalen hier, vooral bij het octaaf en de kwint, dat zijn een soort ravijnen in de curve, maar ze zijn dus zijn geen verticale wanden. Daar mag een beetje speling op zitten, niet veel. En hoeveel, dat hangt ervan af. Dus het stijlst zijn ze bij het octaaf in de unisono, daar zijn ze het stijlst. En ook als je daar dan een beetje aan afwijkt, zit je meteen heel dissonant. Dus als je een octaaf gebruikt, doe het goed. Hè? Minstens dat je verkeerd zit, klinkt het heel lelijk. Er is wat meer speling bij de kwint. En ook als het daar verkeerd is, is het niet even catastrofaal. Klinkt niet goed, maar het is niet zo erg als dat je met het octaaf er een beetje naast zit. En dan voor de rest, bij die anderen hier, die geven een zeker effect. Maar er zit ook speling op, dat zie je duidelijk. En daarbuiten heb je dus altijd een zekere dissonantie. Nu, Helmholtz besluit dat wat we uiteindelijk ervaren als we muziek beluisteren, en of het consonant of dissonant klinkt, dat heeft te maken met hoe dat het geluid vloeit. Ik lees samen met u. Hij zegt, consonantie is een continue geluidservaring. Bij dissonantie krijg je een snel wisselende. Als je dat geratel van die zwevingen hoort en die zitten in die tonen, dan klinkt het niet goed. Twee consonante tonen vloeien rustig, zij aan zij, in een onverstoorbare stroom.
dissonanten die versnijden elkaar. En je krijgt al die afzonderlijke pulsen en dat is het wat een onaangenaam gevoel geeft. Dat is eigenlijk de brug die we geslagen hebben tussen fysica en psychologie. Tussen waarom wij iets mooi vinden, dat heeft te maken met dat goed vloeien. Die zwevingen mogen niet de stroom van het geluid verstoren in al die boventonen. En dan is het goed. En dan kun je dus bij verschillende grondtoonverhoudingen toch nog hele consonante ervaringen hebben. Maar zitten daar dus zwevingenfrequenties tussen die zich wel laten horen, maar die je niet afzonderlijk kunt onderscheiden, zodanig dat dat sneller geratel wordt, dan vinden we dat heel, heel onaangenaam als geluidservaring. Muziek is spelen met consonanten en dissonanten. Maar je moet dat doen op een geordende manier. Je moet daarover beschikken over een goed systeem van consonanten, noten en tonen die je voortbrengt. En hoe men dat opbouwt, dat wordt het rekenlesje van na de koffiepauze.